dus dat is ook wel heel cool om hier op te doen. I just filmed the Burger King. What's wrong with me? Allee, doen we allemaal een carnaval preken aan mensen? Hallo, we zijn school to school. Deutschlandfunk um 12 Uhr. Deutschlandfunk! Deutschlandfunk! Und hier ist die Lage in Libyen. Ich bin ein Berliner. Ich bin in Kolumbien. Alright, thanks. Wat gaan jullie doen? Wat gaan we doen? Zij gaan de trappen naar boven lopen. Om te eerst. Toon niet. Wacht, ik heb mijn rugzak. Nee, want jij hebt langere been. Ja, maar nee, fuck you. Nee, kom, Andrew, ik ga naar daar. Ik ga naar daar. Ja, is precious. Jij naar daar. Oké. Ja, en dan, en wat dan? Van stoppen, nee, stoppen. Als we terug hier zijn. Ja, dus naar de eerste deur. Ik moet rechts. De deur, hè? Dus de eerste deur, ja. Ik wil naar terug gaan. 3, 2, 1, go! Heb je gezien? Ik ben bijna recht op mijn gezicht gedaan. Ik ga hem tegen die trappen. Tom, wat is de geschiedenis van dit gebouw? Gebouwd door de nazi's. En vooral bekend omdat het dus de luchtbrug vormde, de basis van de lucht, de luchtbrug tijdens de start van de Koude Oorlog. Dus als West-Berlijn geïsoleerd geraakt, dan was dat hier de luchtbrug met de West-Europa. Ah, dit is een vliegtuig. Ja. Ah, en die is gebouwd. Ja, sorry, dat wist ik niet. Gebouwd door de nazi's. Daarna dan, als de Russen en de Amerikanen dan de oorlog gewonnen hebben. En als dan de Koude Oorlog toch begonnen is, is dat hier een heel belangrijke plek geweest. Hoe heet het hier dan? Tempelhof. Ah ja. Tempelhof. Maar ik wist dat dan niet dat we hier hebben. Nu niet meer, dus, hè. Tot 2 jaar geleden kom je naartoe. Nee. Wat dan? Spreker. Dictionary is open to the word earnest. Yeah, your English, it was pretty good, but you didn't understand. I'm about that with everything like I'm in love, I come back the same. Soms 9, soms 19. 25. 25. Nee, 25. Dat is met ons meegerekend. Ja, met ons erbij. Ja. De hele crew. 25 man. Dat is een beetje optimistisch, hè? Matthias, doe een explanation van wat we nu allemaal hebben gedaan. Dus wij zijn gisteren
Zijn we dus om 5 uur morgens vertrokken. Zijn we ongeveer om 1 uur in Berlijn aangekomen. Kijk, deze vliegtuig is geschilderd op dat huis. Achter de socialisten, ja, dat is kei cool. Dus het optreden zelf was wel leuk, alleen was het een shit instrumentenfest op podium. Met 15 mensen die er stonden, maar... Ja, alle instrumenten, ja, wel. Fuckfest, weet je? Het was echt horrible. Met shit, een shit instrument fuckfest. Enrique Iglesias gezien aan de volksbühne, waar hele grote letters links en rechts op stond. Terwijl rechts stond er links en links stond rechts. Ja, maar dat is omdat dat... Als je rechts gaat, want dat is van het podium, hè. Je moet nee, dat is een kunststatement van... Dat is gewoon van Goebbelgabe. Goebbelgabe. Dat is zo'n kunstenaar en die zei van, ja, eigenlijk links is rechts. Goebbelgabe. Rechts is eigenlijk links, weet je. Goebbelgabe. En dan zijn we uiteindelijk Toon vergeten in de metro. Dat is iemand de vriendjes aan het worden was met de trein. Controleur. Ja, en dus we hebben ook logica gezien van hoe dat bier eigenlijk in de hersenen werkt. Namelijk, als er een controleur is en je hebt geen ticketje, moet je naar de controleur stappen. Want dat helpt. En wat heb jij gedaan dan? Je hebt gewoon blijven kakelen tegen de controleur. Waardoor dat Toon bang is geworden, niet is opgestapt en dat de tramdeur zijn toegegaan en de metro. Met dus en uiteindelijk niemand gecontroleerd. Uiteindelijk is niemand gecontroleerd. Simon heeft gewoon tegen de controleur aan de kakelen gemeten. En Toon was dus achtergebleven uit angst voor de controleur. Maar ik heb er geen spijt van. Even kijken naar Appeltje.